Deze nieuwsuitzending die gaat over katholicisme in het algemeen. Ik vind katholicisme afschuwelijk. Alles wat daarmee te maken heeft. Geert Wilders is katholiek. Ad Melkerts is katholiek. Nou, niemand kent Ad Melkerts meer. Was een katholiek. Pim Fortuyn was een katholiek. Ik vind het best dat die katholieken, in het geval van Pim Fortuyn, dat die katholieken elkaar voor de kop schieten. Want Pim Fortuyn was een sodomiet. Ja, schiet hem voor zijn kop. Waarom niet? Maar het idee dat dat gebeurt in het kader van een politiek gebeuren, vind ik walgelijk. Snap je? Niet te eten. Onverteerbaar. Katholicisme vind ik helemaal niks. En ik ben niet per se een protestant. Ik vind katholicisme helemaal niks. Ik hou niet van een wereldgeloof met een paus aan het hoofd. Ga er weg. Katholicisme vind ik walgelijk. Een hiërarchie vind ik walgelijk. Zowel in de staat als in de kerk. En de eenheid van staat en kerk. Zum Kotzen. Copyright Nina Hagen. Zum Kotzen. Walgelijk. Waar is mijn tijltje om te braken? Dit gaat over katholicisme in het algemeen. En katholicisme, dat woord katholiek, komt uit het Grieks. Dat betekent algemeen. Het algemene geloof. Het zoem kotsen. Er is geen algemeen geloof. Wij hebben de King James Bijbel. Koning Jacobus. Wat je maar wil. 1611. We hebben de Statenvertaling, Nederlands, 1637, en that's it. Voor die tijd, we hebben die donkere tijd gehad, en er werd het woord alleen maar verspreid in het Latijn, maar voor die tijd kenden wij, Hebreeuws, Aramees en Grieks. Maar dat zijn we verleerd. Hè? Waren we verleerd. Maar toen kwam de King James, kwam terug. Het woord kwam terug via King James. En toen de Statenvertaling. En dat is het. Klaar. En die Duitsers, die Duitsers, die hebben in het jaar 2000 ook eentje gemacht. Niet zo heel goed hoor. Discrepanties her en der, maar het is een poging hè. Snap je? En die katholieken, die gaan maar lekker aan hun eigen hielen liggen.
stel je kleuters lopen verkrachten. Smeerlappen dat het zijn. Heilige Maria, moeder van God. Die ene zin al. Heilige Maria, moeder van God. Sequester sa. Maria aanbieding. En je kan ook dat je zegt, nou, iedere zondag gaan wij golfbal schieten. Ja, dat vind ik wel heel belangrijk. Elke zondag golfbal schieten. Dat vind ik ook best. Dat mag je best doen. Wat doe je er op maandag, dinsdag? Maar Maria-verering? Dus het gaat over katholicisme in het algemeen. Waar ben je mee bezig? Wat denk je nou in te geloven? Je hebt de schrift. De hele katholieke meuk, inclusief de paus, zoals tegenwoordig Jorge Mario Bergoglio hoppeltje hobbeltje has. Die meegewerkt heeft met die vuile oorlog in Argentinië. Ik vind katholicisme totaal zo'n kotsen. En wat ik vooral nog erger vind, dat ik dan een diarree krijg. En dan denk je, gadverdamme, waar moet ik mijn toiletpapier van betalen? Hè? Dat iedereen eraan meeloopt. Ik had meer verwacht hoor, van mijn broers en zusters. Of broeders en zusters. Snap je? Ik maak geen geintjes. Ik spreek namens God. Ik had meer verwacht. Ik ben teleurgesteld in jullie katholicistische meehangerij. Meeloperij. Ja, maar de katholieken tegenwoordig zijn ze ook voor het homohuwelijk. En je mag ook atheïst zijn. En ik vind de katholieken supergezellig. Yeah. Shut the fuck up, man. Ik bedoel shit, hè. Niet shirt, maar shit. Scheid een paar straten verder. Smeerlap. Katholicisme in het algemeen, dat is helemaal niks, man. En ik ben niet de enige boodschapper, by the way. Dus over katholicisme in het algemeen. Luister naar Jörg Liesman. Die staat hieronder op onder deze uitzendingen. Jörg Liesman. En dan kom je bij Brett Norman. En dan kom je bij Walter Veit. Maar dat is een zevende dag Adventist. Maar dan nog. En bij die man bij Venlo, Michael, was er ook in. En Victor, uit Hamburg. Hamburg, zou ze hem zaken, no? Hamburg. Heb je nog Tom Fraes?
in Amerika. En dat is Brad Norman. Brad Norman. En Tom Frans. En Tom Frans, dat schrijf je FR. Jij zegt ja, op zijn Nederlands Tom Frans. Met dubbel S. Tom Frans. Katholicisme is walgelijk. Zum kotsen. Daar mag je niet aan meedoen. En de enige manier om daar niet aan mee te doen is om daar contrair tegen te zijn. Heb je mij goed begrepen? Nou dan. Je moet contrair zijn op het katholicisme. Ja. Contrair. En hoe kan je contrair zijn op katholicisme? Dat kan je niet zijn door er tegenin te gaan. Katholicisme, dat heeft de Vietnamoorlog veroorzaakt. En de politionele acties. En de Eerste Wereldoorlog. En de Tweede Wereldoorlog. En het interbellum. En de eerste 30-jarige oorlog tegen het protestantse Duitsland. Katholicisme is een moordenaar. En al die homohuwelijken van allemaal van die jongetjes die... ik hou graag van seks, maar die wijfies vind ik te ingewikkeld. Maar ik laat me lekker in mijn reet neuken door Karel. Want die is ook zo. David credit hoor. Af en toe neukt Karel me in mijn reet. En dan ga ik weer Karel in zijn reet neuken. Want nu is het mijn beurt. Eeuwige seks. Katholicisme. Ja, I don't care. Maakt mij geen donder uit, man. Katholicisme in het algemeen is verschrikkelijk. Sodomie. Seks met kleine kinderen. Flikker op. Flikker op of sodomiet erop, als je het liever hebben. Flikker op of sodomiet erop. Ga elders wonen. Jij stomme katholiek. Met je homohuwelijk. En ook nog dat die katholieken dan zeggen van, ieder mens mag kiezen of die een mannetje of een vrouwtje is. En wij zorgen wel voor de operatie. Ja. Erg hoor. Heel verschrikkelijk. Heel verschrikkelijk. Katholicisme is helemaal niks. Je hebt je Bijbel en that's it. En je kookt linzensoep.
En geef je kinderen te eten. En lees je kinderen voor uit de Bijbel. Alsjeblieft. En wees niet katholiek. Alsjeblieft. De katholieken hebben het liefste dat kinderen niet verteld worden van de Bijbel. Ja, dus moet je je kinderen vertellen van de Bijbel. Ik heb een kind met een katholieke vrouw. Want die is een atheïst of, ja, hoe heet het dan, promiscu. Beetje neuken voor de gein. Het katholiek als de pest. Mijn dochter ook. Ja, mooi man. Hé, hey, dat is mooi man. Donald Trump is katholiek. Stalin was katholiek. Adolf Hitler was katholiek. Franklin Delano Roosevelt. Roosevelt, Roosevelt. FDR. Die was katholiek. De stichter van de oorlog in Vietnam. Hij was een katholiek, was kardinaal Spelman. Het katholicisme is het godverdamme ze meest ijdelige, smerige virus qua denken. In de Bijbel staat, het geeft geen strijd tussen vlees en bloed. Het gibt geen strijd. Nee. Het is een strijd tegen overtuigingen. Nou, mijn overtuiging is dat katholicisme bewezen is dat het de meeste bloedige kinderen overlaat. En daarmee afgeschaft dient te worden. Je moet ze allemaal voor de kop schieten. Letterlijk. Gewoon nekschot. Dat denken die homo's wel niet. In het algemeen, hè? Al die meelopers. Ja, ik ben atheïst. Ik ben echt voor het homohuwelijk. En ik vind wel dat homo's, dus twee mannen of twee vrouwen, die mogen ook trouwen. Wat gaat er weer? Dat is katholiek. Ja, maar nou, ik wil wel zien met jou, Perry, want dat twee meisjes die kunnen elkaar lekker vinkeren en dat mag van jou niet. Dat mag van mij best. Als twee meisjes met elkaar in bed gaan liggen en die gaan lekker aan de tietjes lopen friemelen en een beetje klitje, ja, dat maakt mij het uit. Als ik er maar geen film van hoef te zien. Ook niet van een man en een vrouw, by the way. Ja, seks gaat voor kinderen. Dus twee vrouwen die een beetje... Oh, ik heb een orgasme. Nou, best wel fantastisch. Ja, geweldig. Ja, natuurlijk, joh. En twee kerels... Maar dat is katholicisme. Want de katholieken mogen vrouwen en mannen met elkaar trouwen. Ja, maar die katholieken, die zijn... Ja, moet je eens even begrijpen wat ze uitgevroten hebben. Ja, maar die protestanten waren ook niet zo goed. Dat vraag ik mij af. Vrouwen deugen niet. Dat is per definitie. Dus de protestanten hebben ook van die kutvrouwen.
Maar die katholieken, die hebben per definitie kutvrouwen. Vanwege hun geloof. Want heilige Maria, moeder van God. Ha 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 ha. Dat was al 7 keer of zo. En de mensen die naar die kerk gaan. En, katholicisme vanaf mijn 12e wist ik, snapte ik, dat die protestante kerken, ook mijn ding niet per se, maar die, daar is niks mis mee. Die katholieke kerken, dat is dan een probleem. Dat is een beetje brouwassen. Dat is een probleem. Dat wist ik vanaf mijn 12e jaar. Dat is ongeveer 50 jaar geleden. Katholieken, dat ding, dat klopt niet. Dat klopt net. Dat klopt niet. Dat klopt net. Geen hart. Het klopt niet. Heilige Maria, moeder van God. Ja, flikker toch op. Waar heb je dat dan weer uitgevonden? Heb je een reageerbuis gehad? Er is een heilige Maria en dat is de moeder van God. Ja, ga dan weg. Niet dat ik persoonlijk een katholiek voor de schenen wil schoppen. Maar het zijn allemaal klojo's. Echt dommelingen. En je hebt je Bijbel uit 1611. Ja? Nou, die schaf je maar aan voor €8,95. Stomme katholieke homo-klootzaks, trutholo, €8,95. En get hem lezen. Get hem lees. Blootje voor blootje, omslonnetje. Wat staat er nou? Ja toch? Gestomme, ja. Ach, en dan zo trots men over katholicisme. Ja, lees dan de gatverzakkense Bijbel. Praat er nog een keer met de paus. En dan weten we ook wel dat de paus, dat is de antichrist. Als jij de Bijbel liest, dan weten we dat de paus en de organisatie erachter, dat is de antichrist. Dat staat in het boek van Johannes, Openbaring. Er staan de nummertjes in. En de kleuren. Ja, lees dan de gatverzakkense Bijbel. Stomme algemene katholiek. Die een beetje net als Pim Fortuyn lekker katholiek gaat wezen zijn. Doordat hij doodgeschoten werd op het mediaparkterrein. Snap ze? Ja, ik praat een beetje plat, hè, want dan kan ik niet goed uit mijn woord komen. Als ik het moet hebben tegen die katholiek. Die universeel mens. Die universeel mens, die deugt niet. Het nooit deugt. Dat is Babylon. Het is een goed begrip. En dan kan ze gewoon zeggen van ja, dan ben ik ongelovig. Daar heb ik nergens last van. Nee, homo. Want dan ga je overgeleverd worden aan de staat. En de staat is van de katholiek. Snap je? De staat is universeel. Het enige wat je hebt,
Dat is dan... Dat christendom. Voor de rest geeft het helemaal niks. Maar niet katholiek zijn. Dat is slecht. Keer terug op je pad. Heb berouw. Je had het nooit mogen doen, hè? Katholiek worden. Je had nooit atheïst mogen worden. Je had nooit een kerel in de reet mogen neuken. Je had het helemaal nooit mogen doen. En je had het door. Nou, oké. Geen probleem. Je had het nooit mogen doen. Dat is een goed begrip. En die Koranisten, die Mohammedanenlui, dat is een boek van de katholieken. Elke dag je vijf voor de bek rammen. En dan een doekje eromheen als ze over straat moet. Ja, wij, normaal mens, ons vrouw, die deden, die liepen niet als, nee, kom op. En die Arabieren hadden er kennelijk een probleem mee of zo. Al die wijven kregen een zwarte doek over zich heen. Ja, en kijk eens naar die katholieken, met die nonnekes. Hoe lopen die over straat? In een burka natuurlijk. En snap je waarom ik een ongelofelijke fucking kut etterige hekel heb aan katholieken? Aan het gedachtegoed der katholieken. Ik vind vrouwenonderdrukking erg slecht. Je moet vrouwen niet onderdrukken. Je moet vrouwen laten verkrachten. En als ze dan thuis komt en ze bent verkracht, dan zeg je: meske, je bent getrouwd. Ja, maar dan ben ik getrouwd met een man. Ja, je bent getrouwd. Ja. Stomme kut. Ik hou meer van de harde werkelijkheid der filosofie. En niet dat je je vrouw met een zwarte textieltoestand over straat laat gaan en dan zal alles goed gaan. Nee, natuurlijk niet. Laat je vrouw gewoon lekker in een minirok en huppeltje puppen, kon ze verkracht thuis en hoe. Ja, dat moet je maar zelf weten. Ja. Ik ben anti-katholiek, hoor. Ik ben voor de individualisering der kennis. Dat iedere mens, net als Michael en Jörg Liesman en Victor en Brett Norman en Tom Fraes, Walter Veit. De Bijbel begrijpt. Het woord Gods. Of het woord van God, kan je ook zeggen. Op zijn Duits is het das woord Gottes. Gokje hoor, gokje. Ik ben niet zo goed in mijn Duits. Dat is niet erg. Dat overleef ik wel. En die Duitsers, die hebben de katholieken voor de kloten gegeven. En duchtig.
Man, wat een herrie werd dat dan. Ja, Maarten Luther. En dan zien wij het. Hè? Als je dat doorziet, dan snap je dat je, als je een kind ter wereld hebt gebracht, dat je dat goed moet beschermen. Jij, als ouder, in deze walgelijke katholieke wereld, met het universele geloof, waarin homo's, atheïsten en zelfs aliens, die kennen, katholiek kennen wezen. Je suk je gewoon dik hal. De dik hal, dat spel je D-I-C-K-H-O-L-E. Suck your own dick hole. Ik haat katholicisme. Ik vind het verschrikkelijk. Dat is het geloof van Satan. Maar dan op een marketing manier. Snap je? Ik zeg het maar, toch de tijden van het internet. Iedereen kan tegenwoordig bla 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 over het internet. Nou, dan doe ik het ook. Nou, katholicisme, suck my dick hole. Lees je Bijbel. En snap hem. Ja, of je gaat Immanuel Kant doen en... de hele lange weg naar huis. Arthur Schopenhauer. En, Friedrich Nietzsche. En Martin Heidegger. Ja. Of je leest je Bijbel. Het punt is dat Immanuel Kant, als je dat aan een wijfje gaat voorlezen, dan snapt ze er helemaal geen reet van. You believe me. Daarom moet jij je wijfje voorlezen uit de Bijbel, uit de volksmetafysica. €8,95. En je kan luisteren naar helemaal gratis uitzendingen van mij en Jurk Kliesman en Dodger. Komt uit Hamburg en die woont in Leuven. Heel lang verhaal hoe dat allemaal gebeurd is. En zijn moeder is een stuk van haar been geamputeerd. Dat is echt verschrikkelijk. En dat hondje dat heeft een pees gescheurd. Man, wat ellende, jongen. Maar luister naar Jurk Liesman. Luister naar die ellende die de katholieken in het algemeen, want katholiek betekent algemeen, universeel, wat die algemene lui hebben veroorzaakt. Ze verpesten alles. Alle vrouwen met een uitkering en mannen die zijn werkeloos. Ha, 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 ha. Dus 1, 2, 3, 4, 5. Ha, 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 ha. Ik haat katholieken. Ik vind het verschrikkelijk. Stomme lu. Ongevoelig. Het idee dan, hè?
Niet dat alle katholieken ongevoelig zijn. Dat is ook niet zo. Maar het is idolatrie. Het belachelijke idee van de Eucharistie. Dan doen ze de... Hoe meer ik erover nadenk... Sorry, hè? Even een komma. Hè? Hoe meer ik erover nadenk... hoe walgelijker ik het vind. Er is het... Even voor degenen die geen Bijbel kennen. Hè? Nou, het ging als volgt. Dus je hebt hier bla 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 bla... van Jesaja... Mozes daarvoor natuurlijk. Dan krijg je Hosea, dan krijg je Zacharias en dan is het afgelopen. Dat is het verhaal van de Joden. En dan komt Christus Jezus. Christus Jezus is de materialisatie van het niets. Om het maar even metafysisch te zeggen. De materialisatie van God. Dus het verhaal was als volgt. Denk je even in. Dat God is een creator. En die maakt een aquarium. En al die vissen die gaan elkaar lopen bijten. Of whatever, naar lopen doen. En God denkt... Godverdomme, man. Dit... Dat kan God helemaal niet denken, natuurlijk. Hè? Nee, dat snap je wel, hè? Maar dan denken we, ja, dan doe ik het even voor. Dus dan wordt God wordt een vis. En die gaat zwemmen in zijn eigen aquarium. En wat gaat God, godverdomme, doen? Ja, die gaat de hele... Ja, die neemt zijn tijd... En dan gaat hij zichzelf laten spijkeren aan een stelletje balken. Snap je? Dat heeft een waarde. Ja, Boeddha is ook gestorven aan voedselvergiftiging. En iedereen in zijn omgeving had hem gewaarschuwd van doe dat nou niet. Want... Die man kan niet koken. En Boeddha zei van... Yo. Dat is geen heldhaftige dood. Snap je? Christus heeft een heldhaftige dood gestorven. En die katholieken, die hebben dat tot een politiek systeem willen maken. En gedaan ook. Donald Trump heeft gezegd, ik zal vechten voor de katholieken. Ja, Donald Trump gaat vechten voor de katholieken. De katholieken hebben de Vietnamoorlog gedaan. Geveroorzaakt. Om het maar even op zijn Duits te zeggen. Dat hebben die katholieken gedaan. En wij maar kijken naar Full Metal Jacket en Apocalypse Now. De Deer Hunter. En wie ben ik vergeten? Wij leuk kijken naar die films over die oorlog in Vietnam van de katholieken. Ja, maar hoe denk je dat ik kan houden van katholieken? Als er de oorlog in Vietnam, waar met al die films erbij? Van het Heilige Bos, Hollywood. Holy is heilig. En wood is bos. Het Heilige Bos. Halleluja, prijs de Heer. Homo, in de goede zin van het woord.
denk een beetje na. Je kan toch niet houden van katholieken? Dat nou. Je koopt hier om de hoek voor €8,95 een Bijbel in het Engels. En dat is het. En dan een beetje op bezoek gaan met mensen die dan ook zo'n €8,95 Bijbel hebben. En dan ga je het ergens over hebben. Dat noem ik individuele Maar dat is universeel. Individueel. Wat denk je wel niet, man? Je moet het zelf snappen. Je hebt helemaal geen priesters nodig. En geen kardinalen, bisschoppen, nuncius, aartsbisschoppen, kardinalen. Dat heb je helemaal niet nodig. Je moet het zelf begrijpen. Akel. Er is geen andere oplossing. Nee, dat kan niet. Neem iemand als Mark Rutte. Dat is een katholiek, hè? Ben je blij met meneer MR? Mark Rutte? Ben jij blij? Nou dan. Ja toch? Ik heb hier even een probleem met mijn telefoon. Ja, is goed. Die wordt opgeladen. Het katholicisme in het algemeen vind ik walgelijk. Alle aspecten. Homohuwelijken. Methadonprogramma's voor heroïneverslaafden. Hou er mee op. Ik vind het walgelijk. Alle, die katholieken, die hebben die doen die drugs toevoeren. De opiumoorlog met China, dat was van de katholieken. Die katholieken, die gingen het landgoed van China helemaal onderdompelen met heroïne, opium. Er waren de katholieken. Nou, als je daarin wil meedoen. De teller qua doden staat op 500 miljoen à 1 miljard. Ja, wil jij een soort van mensheidszelfmoordenaarschap aanhanger zijn? Dan moet je katholiek worden, oftewel atheïst, oftewel een of andere reetridder, oftewel een klittenlikker, terwijl je zelf een klit hebt. Dan ben je lekker katholiek, snap je? Ik heb het gezegd.
Ik neem er geen jota van terug. Ja. En ik ben pro-seks, hoor. Ik hou van seks. Maar wel van goede seks. Van, oh, wat een lekkere seks. Ik hou niet van promiscuïteit. Ik hou niet van seks met kinderen. Ik hou van seks vol van vertrouwen. Erin dompen, die leuter. En kijken of je kinderen kan krijgen. Daar hou ik van. Maar homoseks, nee, gaat er weg. Katholicisme in het algemeen. Ja, in Noord-Amerika was het verboden, hè? In Nederland ook. Ooit. En nou niet meer, hè? Nee, ze zijn weer terug. Die stomme katholieken. En wie zijn schuld is dat? Wiens zijn schuld is dat? Enig idee? Ja, van ons natuurlijk. Want wij lezen geen Bijbel. Ja. Treurig. En vooral is het treurig voor vrouwen die niet omringd zijn met mannen die de Bijbel lezen en begrijpen. Iemand als Marco Robinson, met alle respect hoor, maar die heeft dan de Bijbel van kaft tot kaft uitgelezen in 3 dagen en denkt dat hij de Bijbel snapt. Dat kan niet. Snap je? Ja. Dan begrijp je toch alles. Als je begrijpt dat je de Bijbel, de bibliotheek, niet in 3 dagen of 5 dagen uit kan lezen. De Bijbel is het woord van de voorvaderen, van de ouderen. De elders, op zijn Engels. 50 generaties. 50 generaties. Ongeveer. 40. Hou dat in de gaten. Lees je Bijbel en die katholieken, ja, daar weet ik ook niet wat je daarmee aan moet, hoor. Je kan ze in een donkere put gooien, maar dat gaat niet werken. Geen haalbaar plan. Ja, ik zeg het maar even. Het haalbare plan is dat jij je Bijbel gaat begrijpen. En daarvoor moet je hem eerst leren lezen. Daarvoor moet je eerst leren lezen. En dat je dan snapt, in het begin schiep God hemel en aarde.
denk je gelijk van, oh shit, the fuck, nee, dat is niet gebeurd. Nee, dat kan, oh. En dan moet de schrik je om het hart slaan, hè. De schrik. Om het hart. Dat is niet gebeurd. Hé, hey, dat is wel gebeurd. Dat is opgeschreven. En die feestvierders, die katholieken met een mooie vrijmetselaar gebouwen. Oh, je maakt me een toren. Ja, dat is niet jouw leven. Niet dat van jou. Jouw leven is anders. Jouw leven is net als dat van mij. Ik ben een man, dat hoor je wel. En, ja, dan hebben we van die vrouwen. Daar blijf ik dan mee omgaan, tegen beter weten in. Dat is mijn leven. Dat mag van God. Van het niets, hè. Want God is niet echt een naam. Hè? Je kind noem je niet God. Of wel. Je mag je kind niet aanmelden bij het burgerziekenhuis. Want, nou, ik heb een kind en mijn kind heet God. Nee, God is geen naam. En dan mooier gezegd, beter gezegd. Is niets. Laat hem even op je inzinken. God is geen naam. De intentie, de inwendigheid van de lettervolgorde G-O-D. Dat is niets. In den beginne schiep niets hemel en aarde. Ja, maar wat is niets en waar kan ik dat vinden? Nou, ja, ga op zoek. Waar kan je niets vinden? Ik word nu even een beetje linken. Waar kan jij niets vinden? Denk een beetje na. Ik bedoel het. Pauze. Waar kan jij niets vinden? Waar kan jij God vinden? Denk even na, alsjeblieft. Kom op. We zitten al bijna tegen het uur aan, dus je moet gaan afsluiten. Maar waar kan jij God vinden? Waar kan jij niets vinden? Zucht. Waar? Kom op, kom op, kom op, kom op, kom op. De tijd gaat echt voorbij, man. Ik zit tegen het uur aan en dan is jullie aandachtspannen al verdwenen en dan kan ik er ook niets meer aan doen en dan bla 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 bla. Maar waar kan jij niets vinden? Waar kan je God vinden? Kom op. Kom op, kom op, kom op, kom op. In Oekraïne? In Tarsakau? Ik zeg maar wat, hè? Nee, natuurlijk niet.
Dat kan God helemaal niet vinden. Ook niet met goede werken. Ook niet à la Ignatius de Loyola. Nee, je kan God niet vinden. Want je kan het niets niet vinden. Het gaat allemaal om taal. Snap je? Sukkel. Je kan helemaal God niet vinden. Je kan het niets niet vinden. Nou, en als God niet te vinden is, wat is de waarde van God? Wat is de waarde van het niets als je het niet kan vinden? Nou, kom op dan. Ja? Dus ik heb je al een beetje op weg geholpen, hè? Dus je kan het niets, dus God, die kan je niet vinden. Want het niets, ik heb het gevonden hoor, ik heb niets gevonden. Nee, dat kan dus helemaal niet. Dat snap je toch wel? Denk een beetje met me na, man. Laat mij niet de enige zak moleculen zijn die een beetje nadenkt over taal. Maar je kan God niet vinden. Wat heb je aan God? Als je het niet kan vinden. Ik draai dit helemaal strak, hè. Ik heb over het katholicisme in het algemeen. Al die lui moet je afschaffen. Die moet je bij de wortel eruit trekken. En weggooien. Net als distels. Laten verkolen. Uitgedacht al? Ja? Nou, oké. Jij weet het al, hè? Het gaat erom dat het niets, dus God, jou vindt. Pauze. Dat is het antwoord. God vindt jou en dat vind jij. Dus jij vindt dat God jou gevonden heeft. Mooi Nederlands, hè? Als jij vindt dat God jou het niets, jij vindt dat het niets jou gevonden heeft. Dan gaan we praten. In het begin was het woord. Het woord was bij God. En het woord was God. Een katholicisme in het algemeen. Het oude hoort en meer niet. Heel slecht hoor. Ik ken een man en die kon heel goed biljarten. Die was nooit lid geweest van een biljartvereniging. Maar die kon ongelooflijk goed biljarten. Dat ken je wel, dat was zo'n spelletje met van die balletjes en zo'n keu. Ik kon het strak, man. En nooit van de verenigingen. Snap je? Hij is nou dood. Overleden aan kanker. Mooie man. Goeie persoon. Eerlijk was die.
Erik heet het. Hij heette Eerlijk. Erik. Hij heette Eerlijk. Goeie blok. Goeie vent. Geen katholiek. En dood. Jammer. Maar ja, zo gaan die dingen. Het is de wil. De wil heeft mij veroorzaakt. Ik ben net zo slecht als de maatschappij. En daarom scheld ik door. Het katholicisme, de eenheid van kerk en staat. Want mensen weten niet dat mensen weten dat mensen weten van archetypen. Wij mensen zijn net als konijnen. En als wij mensen konijnen houden, dan weten wij precies wat we konijnen moeten geven. En dan gaan de konijnen lekker. Dan krijg je nog meer konijnen. Oh, nog meer konijnen. En als het kerstmis is, dan. Al die konijnen lekker. En dan heb je van die hoedjes met konijnenvachten. En zo gaan die dingen. En dat kan je ook doen met mensen. En dat is katholicisme. Globalisme, universalisme. Het is een business. Mensen business. En daarom vind ik katholicisme niet zo grappig. Slavernij. Punt. Houd toch op en stop je kut in je eigen e-hol. Kan dat eigenlijk wel? Dat je je kut in je e-hol stopt? Ja, vraag me. Maar zo denk ik over katholicisme. Mijn mening. Maakt mij niet uit dat ik mijn eigen mening heb. Snap je? Walgelijk. Maar nodig, dat wel. Katholicisme is nodig. Er moeten veel meer homohuwelijken komen. Meer van die klimaatveranderingsbestrijdingsmaatregelen. We gaan ons helemaal blauw betalen. En die lui daar. Zoals Al Gore Smeerlap. Al Gore, maar die heet eigenlijk Al Gore Smeerlap. Al Gore lekker poen binnenkrijgen. Ja, tuurlijk. We hebben dat nodig. Maar zo be het. Zo is het. Oftewel, amen. Niks aan toe te voegen. Wij verlangen katholicisme in het algemeen. Wij zoeken dat. Zonder Bijbel in de hand. Wij zijn een stelletje klojo's.
Ja. Ik ben genadeloos. No mercy. Voor stupide zakken, moleculen die bestemd waren om te denken. Je bent een zak moleculen, maar je kan niet denken. Je denkt katholiek. Met mijn meergodenstelsel, met Maria, de moeder van God, en bla 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 bla. Kortom, je bent een dysfunctioneel. Heb je dat goed begrepen? Het maakt mij geen drol uit dat jij gaat sterven. Ik ga toch ook sterven. Maar jij wil misschien verstandig sterven. Begrijp mijn woord. Niet katholiek. Er is geen katholicisme. We hebben de King James uit 1611. We hebben de Statenvertaling uit 1637. Nog een keer. We hebben de King James uit 1611. 1611. In het Engels. En we hebben de Nederlandse uit 1637. 1637. Wat loop je nou te zeiken? Sukkel. Ooit wat van begrepen? Niet? Oké, gaan we dood. Maar ja. Hou rekening. Zelfs de dood is niet gratis. Hartstikke bedankt voor het luisteren. Over katholicisme. Katholieken. In het algemeen. Hè? Een mooie scheldpartij. En op zijn hamburgers. Want de katholieken hebben Hamburg Feuer bombardiert. Mijn Duits is een beetje roestig. Hè? En daarom zag ik als Hamburgers. Tjus. Guten Tag, liebes.